voor Brazilië, Pedro Venis. Ik stel voor dat we deze 7 overgebleven gladiatoren, mag ik wel zeggen, wanneer ze in de arena komen, dat we die onthalen op een warm en een daverend applaus. Dus ik zeg nogmaals, hier is Pedro Venis. Pedro Venis, een barrage in 32-73. Een beetje flauw om te zeggen natuurlijk, maar deze man neemt natuurlijk de leiding. Nog 6 anderen te gaan. Nog 6 die sneller willen, maar natuurlijk ook foutloos willen gaan. Hier is met Chocolat Z, United States of America, Andrew Ramsey. Een hele snelle tijd, dat wel, 32-44, met 4 faults, 4 strafpunten, 32-44. En dus blijft Pedro Venis aan de leiding, pardon, met Corne d'Amour. We schuiven naar de 3e van de 7 overgebleven combinaties in de barrage van deze grote prijs Seacoast. En we zijn bij Carlito en Marlon Zanotelli por Brazil. Voor Marlon Zanotelli en Carrito zijn dat 4 strafpunten in 32-90. Voor Vos 32-90, 4.32-90. De beste prestatie in deze barrage van de prijs Sico staat op naam van Pedro Venis met Corne d'Amour 32-73 en een foutloze barrage. Dat moet dus verbeterd worden voor wie de ambitie heeft
deze eerste grote prijs Seacoast in de wacht te willen slepen. Hier is met Vici R Sven van Dijk. Sven van Dijk voor België. Op de valreep, want Pedro Venis blijft met 32-73 aan de leiding. Sven van Dijk op de tweede plaats. Maar we wuiven hem uit met een applaus, dames en heren. Sven van Dijk. En nu, adem inhouden, maar wel een daverend applaus voor Audi, Gestion, Priamuset en Vincent Voren voor Nederland. Laatste check, laatste finish voor Vincent Voren, 31.05, jawel! Vincent Voren, Audi, Gestion, Priamus, Z. Probeer dat nog maar eens te verbeteren. Een optie genomen op de overwinning, dat mag zeker zijn. Maar we hebben er nog twee te gaan. Hier is met Anoushka de Biklo. Voor België, Thomas Leemans. Dat is de voorlopige vierde plaats voor Thomas Leemans met Anoushka de Biklo. Met nog één te gaan is de situatie deze. Vincent Voren staat aan de leiding met 31.05 in de lead. And time to beat 31.05. Vincent Voren, Audi Gestion, Priamus Z. Audi's Delta Mossel Upgrader
Ivo Biessen voor Nederland, de laatste aan de slag in deze ultra spannende barrage van de Seacoast Grand Prix. Hier gaan we. Laatste hindernis en de tijd, daar moeten we nu naar kijken, is 30-50! Y no te...